Welkom bij een nieuwe aflevering van de Rechtbank Overijssel in coronatijd. Vandaag gaan we het hebben over de economische gevolgen van de coronacrisis. En dat betekent dat we het gaan hebben over faillissementen en schuldsanering. En daarvoor spreken we met Mark Bos, rechter en voorzitter van het team toezicht bij de rechtbank hier in Almelo. Kijk je mee? Wat verwacht je voor de toekomst, Mark? Ja, ik denk dat het aantal faillissementen wel zal gaan stijgen. Het aantal mensen met schuldenproblemen zal ook toenemen. Kijk, ik ben geen econoom natuurlijk, daar moet ik ook heel eerlijk in zijn. Maar als je ziet dat de economie al achteruit gaat gedurende die eerste periode van coronamaatregelen, dan is dat denk ik onvermijdelijk. Helaas zal dat dus gaan betekenen dat mensen hun baan verliezen, inkomsten kwijtraken en daardoor in de problemen gaan komen. Dat is denk ik wel waar we naartoe gaan. En wat is een faillissement eigenlijk en wat is de rol van de rechtbank daarbij? Ja, een faillissement spreken wij uit wanneer iemand zoveel schulden heeft dat hij niet meer kan doorgaan met betalen. Wanneer die is opgehouden te betalen, zegt dan de wet. En dat heb je eigenlijk wanneer je dus geen betalingsregelingen meer kunt treffen. Wanneer schuldeisers, dat kunnen bij bedrijven leveranciers zijn. Bij mensen kan dat ook gewoon de Belastingdienst of de energiemaatschappij zijn. Mm-hmm. Wanneer je niet meer kunt betalen en je schulden zo groot zijn dat je eigenlijk alleen nog maar verder in de put raakt en dus niet meer uitzicht hebt op een schuldenvrije toekomst. Dan kunnen wij het faillissement uitspreken of dus voorbij mensen de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen. Bij een faillissement komt er een curator, die gaat kijken van wat is hier nu gebeurd. Die gaat de boel bij bedrijven verkopen om voor die schuldeisers toch nog iets aan opbrengst te proberen bij elkaar te krijgen. Zodat ze nog een deel betaald kunnen krijgen. Bij een schuldsaneringsregeling gaat iemand 3 jaar sparen voor zijn schuldeisers. En als hij daarbij goed zijn best doet en zich houdt aan alle spelregels, dan krijgt hij na 3 jaar een schone lei en is hij van al zijn schulden af. Een faillissement leidt niet tot een einde aan alle schulden. Als een faillissement van gewoon iemand wordt beëindigd, dan kunnen de schuldeisers wel weer bij hem aankloppen. Kunnen mensen met schulden nu al wat doen? Jazeker. Kijk, het is natuurlijk belangrijk dat mensen ervoor zorgen dat ze weten wat er binnenkomt en wat eruit gaat. Zorg dat je je financiën op orde hebt, dat is heel belangrijk. Maar als dat, om wat voor reden dan ook, dat kan zijn omdat het te ingewikkeld is. Met allerlei systemen, of omdat je inkomsten wegvallen, of omdat je gaat scheiden, of wat dan ook. Als er problemen zijn, voorkom dat die problemen heel groot gaan worden. Dus zorg ervoor dat je op tijd naar een gemeente gaat. Kijk of je een budgetcoach kunt krijgen, of als de problemen zo groot zijn dat je eigenlijk alleen nog maar rente aan het betalen bent en er beslagen worden gelegd, zorg er dan voor dat je een beschermingsbewindvoerder krijgt. Een beschermingsbewindvoerder, dat doen wij dan als kantonrechter hier bij Team Toezicht. Die benoemen we dan en die gaat je dan helpen met die financiën weer op orde krijgen. Zodat je mogelijk of hopelijk eigenlijk geen faillissement of schuldsanering nodig hebt. Dankjewel. Nou, zo zie je maar dat er op de rechtbank meer gebeurt dan veel mensen wellicht denken. En dat de rechtbank ook een belangrijke rol speelt bij het oplossen van schulden of het zoveel mogelijk laten terugbetalen van de schulden. De komende week gaan we hier in Almelo kijken bij een belangrijke uitspraak van de eerste grote strafzitting die hier na de coronacrisis weer heeft plaatsgevonden. Een uitspraak in de Hera-zaak over hennepkweek in het Nieuwstraatkwartier. Kijk je mee volgende week vrijdag.